Welkom terug allemaal jongens bij deel 10 van The Last of Us Remastered. Hier zijn we de vorige keer bij geëindigd en ik weet niet waar we heen moeten. Dus we gaan het even uitzoeken. Even kijken. In deze tuin hebben we best wel veel aliens vermoord. Of aliens, zombies, wat maakt het ook uit. We gaan even wat rondlopen hier. Even kijken of we iets kunnen vinden. Een uitweg hier vandaan. Nee. Misschien hier op het pad waar we net waren. In de vorige video ook niet. Hey, kijk eens. Wat hebben we hier? It's tied on the other side. What about going through here? What, the doggy door? Very. Zou die idee kunnen zijn. Maybe you should have given her a gun. Okay, Bill. There's more of those clicker things inside the house. Oh, they ain't seen us yet. Zeker. You stay down. We hebben geen spijkerbommen meer. Dat is wel jammer. Wat heb ik dan in mijn handen als ik geen spijkerbom heb? Oké, okay, even kijken of we een mes kunnen maken, jongens. Ook niet. Wat kan ik doen? Shotgun. We moeten wel. Twee tegelijk kan dat. Oké, okay, dat is één. Reload. Snel. Er is er nog één. Ja. Oh, Bill, dat wil ik ook. We schoten het vast door de raam, Bill. We're getting close now. We're gonna have to be quick about it. Go in, grab the battery, get the fuck out. I don't want to get trapped over there. Alright, I get it. Oké. Dit was ooit iemands slaapkamer. Shotgun ammo. Nice. Die hebben we ook wel nodig. Je hebt hier nog dingetjes. Should be clear. Aha. Who the hell left us here? You got friends in town? No. Although I got some idea who might have come through here. School's on the other side of this house. Let's get inside. Come on, Ellie. Okay, even scannen, jongens. I don't like it here. Yeah. Give me a hand with this. All right, let's do this. Zou het een partner zijn geweest? What'd I tell you? There's that truck. Sticking out of the school right there. Come on. Aha. Ik heb toch een pijl en boog? Wacht even. Wacht even. Ik heb een pijl en boog. Dat weet ik maar. Waar is mijn pijl en boog? Oké. Dan moeten we het op een andere manier oplossen. Waar zijn ze? Daar. Ah, nu hebben we het eigenlijk nog niet nodig. Wacht even. Misschien dat we het met pistool af kunnen. Oh, wacht. Wow! Kom op, slaan! Kom op, man. Grr, dat ga je me niet meer doen. Dat mechanisme werkt niet zo goed.
Ik dacht dat ik nog een pijl en boog had. Ik zag hem zelfs op mijn rug. Oké. There's a bunch of them up there. Try not to make a sound. Oh, ja, zeker. Not a sound. Hè? Weet je nog die klikker? Uit het vorige deel. Als we het goed doen. Shit. Schiet dan. Oké, we doen het anders. Ah, nee. Dankjewel. Ja, dan doe ik het zelf wel even. Hoppa. Maar dit zijn helemaal niet zo moeilijke zombies. Geweldig, met z'n tweeën tegen die gasten. Hoppa. Alleen, ik heb het gevoel dat we nou iets missen. Ja, shotgun. Hoppa. Eén schot en we krijgen er 4 kogels voor terug. Dat is pas handig. Oké, wat was dit voor plek? Waar moeten we... Oh ja, ik weet waar we toe moeten. Want die we moeten naar die vrachtwagen toe. Ellie, run! Run! Wow! Nice! Oké, door. Oh, nice. Well, that's easier than I thought it'd be. They must be holed up somewhere else. Well, let's not test our luck. Laten we het hopen. We get inside. Laten we het niet hopen, bedoel ik. Someone left a ladder on the bus. Here, get me up there and I'll drop it to you. All right. Okay. We will do it. Okay, pak die ladder maar. Kunnen we weer verder. Oh. Het is moeilijk om rustig te blijven om een verhaal te vertellen, jongens. Ik zou ook zo in paniek kunnen raken. Dat heb je al in deel 7 en deel 8 al gezien. Al helemaal als je een tijdje niet hebt gespeeld. Hé, hey, oh, daar is die ladder. We're okay. En je moet gefocust blijven om dit spel te kunnen spelen. Okay. Gefocust blijven. Oké, okay, wegwezen. Waar moeten we heen dan? Oh, daar is de batterij van dat ding. Ze komen er wel aan. Kom op. Oh, dat was een klikker. Nee. Dat bedoel ik, je moet rustig blijven. Kijk, er is allemaal bloed op de camera. That's not gonna hold. We'll make it fast. Grab this. Oh man. Please tell me you're done. It's empty. What? Fucking empty. Guys. Bill, where to? Bill, where? Anywhere but here. You made the hall ass. Come on. They're broken through. Oh man. Kijk, nu is een goede moment om in paniek te raken. Kijk, daar heb je zombies. We'll
Dat is zo goed. Wow, nee! Oh man. Hang on to something, jongens, daar gaan we. Hallo, klikkertje. Serieus wel hoor. Shit, shit. Oké, wat heb ik dan meer? Ik heb een jachtshotgun. Een jachtwapen. Zou ik daarmee de klikker kunnen vermoorden? We moeten wel. Oh man. I'm not ready for this. We hebben geen heavy wapens, we hebben niks. Come on, Joe. Twee klikkers. Die runners ben ik niet zo bang voor. Maar die klikkers. Hey, mes. Kijk, 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 kijk. Oh man. Oké, als die klikker nou eens dichtbij komt, dan hebben die in ieder geval gehad. Oké, die is down. Yes! Shotgun sales. Uh-oh. Ja, oké. Nu wordt het interessant. I got it. Hoppa. Down the hall. Phew. Classrooms. Oh, spijkerbom. Nice. Oké, jongens, we kunnen weer door. Oké, welke classroom bedoel je? Niet boven. Hierin. Wow. Slecht moment om te heel halen. Oké, zolang die klikker maar dood is. Dat mes, dat pak ik altijd graag. Lol. Alright. En een nieuw wapen voor op mijn rug. Een honkbalknuppel met spijkers erin. Alright. Oké. Hello boys. That's nice. Weer een spijkerbom. Kijk. Die hebben we nodig. Shotgun. We hadden net echt een probleem. Echt een probleem. Gelukkig nu niet meer. Ik denk dat we door kunnen. Dat het wel veilig is. Ready? Go. On the way. Barricade the doors. Yeah, yeah. Die komen er niet in. That don't sound good. Oh man. Oké, weet je nog dat, ik zei dat je echt rustig moet zijn tijdens dit spel? Vergeet wat ik gezegd heb. Spijkerbommen. Oh nee, niet kijken, jongens. Oh, dit herken ik nog. Spijkerbommen. Hey, wij hebben ook dingen. Oké, die zijn nu op. Maar ik ga voor mijn shotgun. Pakken krijgen. Oh man. Oh, thanks man. Je hebt echt geholpen.
Oh, die hoort bij mij. Heb je nog spijker? Oh. Shoot. Dat is niet gezond voor ons. Wat je deze gast moet doen, is zijn armen eraf schieten. Oh. Dit doet pijn. Kun je dan voorstellen dat dat bij je gebeurt? Oh jee. Hij heeft gewoon overleefd. Kijk, zijn armen valt er al vanaf. Want jullie zijn niet die ik wil hebben, jongens. Ik wil hebben. Maak wat. Oké. Hem dus. Je moet zeker daar ver weg van blijven. Man. Oh. Mijn bommen. Explodeer dan. Oh, wegwezen. Waar is hij? Weg eens. Shotgun ammo. Weg eens. Go, go. Waarom explodeert hij? Oh, wat is dat voor ding, man? Heel aardig, wegwezen. Pak die bommen. Oké, okay, door. Oh, we hebben hem. What was up with that big guy? He's been infected for a long time. We call him bloaters. Bloater. Vet zak. Ik begrijp het ook. Even kijken waar die. Als het goed is, legt er nog één bom voor mij. Ja. Of heeft hij, is die geëxplodeerd? Wacht even. Hé, hey, wat is dat? Ah, verbanddoos. Altijd handig. Nee, ik zou niet weten waar die is gebleven, die bom. Oké, gaan we verder. Ah, hierin. Let's go, people. Alright, come on. Joel, behind you! Kom dan. Oké, dat is één. Ja, dat is twee. Ja, oh, heb jij pech? Ja, maar joh. Oké, hey. Nu, hoe kom ik erop? We zijn er nog. En nu? Wil, wat gaan we doen? Snel! Ladder! Gelukkig. Inside the house now. So that worked out well. Okay, I'll go check out this side of the house.
Bill? Somebody had the same idea. They stole my shit. Well, then what the hell is plan B? You ought to be thankful you're still drawing breath. That was plan A, B, C, all the way to fucking Z. And furthermore, tell Tess that she could take Don't this job. Don't you bring Tess into this. Shove it right up. Nothing to do with... Jesus. What, do you know this guy or something? Frank. Who the hell's Frank? He was my partner. He's the only idiot that would wear a shirt like that. He's got bites. Here. And he... I reckon he didn't want to turn, so he... Yeah, I guess not. Well, fuck him. Look what I found. It's got some juice in it. That's my battery. Fucking asshole. Get out. Frank. Get out. Frankie boy. Jeez. Battery's drained, but cells are alive. Meaning? Meaning, we push it, get it started, and the alternator will recharge the battery. Is that your guess? Look, you wanted a plan B. This is as good as it gets. Okay. Thinking you drive and we push. Laten we eerst even dit huis doorzoeken, jongens. Kijken of er nog goodies zijn. Ja. Goodies all over the place. Hij heeft wel goed gebarricadeerd, moet ik zeggen. Kijk. That's a good idea. I'll give you a holler. Er zit echt heel veel spullen hier. Nice. Oké, dan gaan we zo eens, voordat we iets gaan doen, eens even die wapens upgraden. Hey, een briefje. Brief van Frank. Oké. Bestuderen. Bill, ik denk niet dat je dit briefje ooit zult vinden, aangezien je hier niet durft te komen. Maar mocht je dit briefje toch ooit vinden, ik wil je laten weten dat ik een scheid aan je heb. Ik ben dit suffe dorp en je koppigheid helemaal zat. Ik wil niet meer... Ik wil meer uit het leven halen dan jij. En die stomme accu waar je altijd over zeikt, die heb ik. Toch denk ik dat je gelijk hebt. Als je dit dorp probeert te verlaten, wordt het mijn dood. Dat is nog altijd beter dan langer bij jou blijven. Succes, Frank. Oké. Okay. Wauw. Die twee vonden elkaar vast niet zo leuk, heb ik het idee. Hé, hey, wacht even. Dan glipt er nog eentje. Oké, we hebben alles wel gevonden. In die kamer tenminste. Nog laadjes die we kunnen openmaken. Nope. Hier nog laadjes, dingetjes. Nee, ik ben nog niet klaar. Want, dat zien jullie in de volgende deel, jongens. Hoe wij verder gaan, we zitten al dik in de 20 minuten. Dus ik denk, als ik nog verder praat, dan zitten we zo al op een half uur. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. Zie jullie de volgende keer. En, jongens, het is ook leuk als jullie een comment achterlaten. Want ik weet dat heel veel van jullie kijken, maar niemand laat een comment achter. Behalve Motje natuurlijk. Die doet het constant. Het is leuk om te reageren en om te zien dat mensen ook mijn video's leuk vinden. Maar goed, ik zie jullie de volgende keer. Laat een berichtje achter en een like als je nou nieuw bent en je wilt meer zien van The Last of Us. Of elke andere single player dan ook hier op de PlayStation 4. Laat het weten en abonneer. En ik zie je de volgende keer.
Bye-bye.